En de Trinitatis Lutherse Kerk, TLK, heeft gisteren samen met andere kerkgemeenschappen een petitie ingediend bij de Nationale Assemblee, waarin aandacht wordt gevraagd voor dringende vraagstukken die te maken hebben met beleid en bestuur. Het initiatief is genomen in verband met de hervormingsdag die gisteren wereldwijd is gevierd. De groep gelovigen die zich bij het Leger des Heils hebben verzameld, liepen in processie naar de Nationale Assemblee. De vraagstukken waarvoor er aandacht is gevraagd zijn afgeleid van de 95 stellingen van Martin Luther. Luther stelde dat middels hervormingen volkeren een beter leven kunnen leiden. De stellingen die gisteren aan DNA zijn gepresenteerd gaan over de gezondheidszorg, onderwijs, milieu, armoede, huiselijk geweld, eerlijkheid en integriteit, veiligheid, politieke cultuur, waarden en normen en verzoening. Dominee Michael Stewart van de TLK overhandigde de petitie aan de ondervoorzitter van DNA, Melvin Bouva. Wij gelovigen in de Surinaamse gemeenschap hier vertegenwoordigd in onder andere het kerkgenootschap der Zevendedags Adventisten, Logos Ministry, Baby Ministries, Tabernacle of Faith and Love Ministries, het Leger des Heils, de Trinitatis Lutherse Kerk van de Augsburgse Evangelisch Lutherse Gemeente in Suriname. Constateren reeds geruime tijd een ongekende en zeer zorgwekkende crisis in ons geliefd land Suriname. Regelmatig worden wij in onze bediening ook geconfronteerd met mensen die ons benaderen om lotsverbetering, omdat voor hun gevoel de kwaliteit van hun leven alsmaar aan het afnemen is. Wat Surinaamse burgers nu meemaken, mag absoluut niet erger worden. Er moet daarom alles aan gedaan worden om de ingetreden verpaupering en verloedering, die toch wel angstaanjagende vormen aannemen, een halt toe te roepen. Bouva reageerde positief op de petitie. Hij erkent de rol van de kerk en het leven in het leven van de mens. Ik ben toch wel blij dat dit moment is aangegrepen. Het moment van Wereldhervormingsdag vandaag, 31 oktober 2018, om het te doen. En ik ben bijzonder blij en vereerd om het persoonlijk in ontvangst te mogen nemen. Omdat ik ook sta voor hervorming. Dat is mijn hele zijn en wezen in de politiek en in het parlement waar ik voor sta. En ik geloof met mij natuurlijk ook de overige, het belangrijkste deel van de overige met wie wij staan. Die staan ook voor hervorming, die staan ook voor aanpassing, die staan ook voor verandering en vooruitgang. Alleen kun je het niet alleen. Je kunt het samen. En ik begrijp als we kijken naar de stellingen 1 tot 10, begrijp ik waarom Martin Luther King in die dagen, ik dacht 9, Martin Luther in die dagen, 95 was dat, ja, 95 heeft opgesteld, omdat er nog ruimte is om over zoveel dingen meer te praten, na te denken, stellingen te poneren, noem het stellingen. Maar noem het hele concrete punten van aandacht en actie waar we aan moeten werken. Ondervoorzitter van DNA Melvin Bouva gisteren bij het parlement, waar kerkgemeenschappen een petitie hebben ingediend om aandacht te vragen voor dringende vraagstukken.